Wenneke Sinema dat viert een lustrum. Ja, zelfs twee lustra, zoals we dat zo mooi noemen. Want in eerste instantie bestaan wij als Wenneke Sinema 5 jaar. Maar het filmhuis Schiedam, want daar kennen ook een hoop mensen onder. En vroeger zelfs nog de filmclub, bestaat 35 jaar. Maar we zitten hier nu 5 jaar in het Wennekepand, dat klopt. We hebben heel veel vrijwilligers, meer dan 50 vrijwilligers. En een directeur, Gerard Sparla, die zorgen vooral voor het feit dat iedereen naar de film kan. Ik ben voorzitter van het bestuur van het filmhuis, zoals ik het vaak nog zelf noem, maar eigenlijk van Wenneke Cinema. En ik zorg ervoor dat het ook allemaal mogelijk kan. En je bent ook bij de verbouwing van het pand betrokken geweest? Ja, maar dat was al een hele vroegere tijd. Als wethouder inderdaad heb ik me heel erg ingezet dat dit pand er kwam. Dus voelde ik al een betrokkenheid bij het pand. En ja, ik ben ook heel blij dat Wenneke Cinema zo'n succes is. En overigens dit pand überhaupt veel bezoekers trekt. Want hoe gaat het? Hoeveel mensen komen erop af? Op alleen al Wenneke Cinema ruim 16.500. Dat is echt een verveelvoudiging van het aantal mensen dat we in de Teerstoof trokken. Hè, want daar zaten we vroeger in de Nieuwstraat. Wenneker Pand heb ik me laten vertellen door de stichting die dat beheert. Trekt bijna 75.000 bezoekers. Overigens niet individuele bezoekers. Want daar gaan heel veel mensen zeggen dat komt heel Schiedam. Dat klopt niet. Was het maar waar. Maar toch 75.000 mensen bezoeken dit pand jaarlijks. En dat is zelfs al iets meer dan het Stedelijk Museum. En jullie hadden natuurlijk een doel voor ogen toen je met dit cultuurpaleis zeg maar, begon. Is dat uitgekomen? Wat mij betreft is dat uitgekomen. Maar goed, het is niet aan mij, maar aan de Schiedammers om te beoordelen hoe het loopt. Het zou nog drukker kunnen worden. En daar doen we als Wenneke Cinema in ieder geval ons best voor. Maar ook alle andere betrokken partijen in dit pand zijn druk op zoek om nog meer mensen hier naartoe te trekken. Nu komt er een prachtige nieuwe bioscoop. Is dat een bedreiging voor jullie? Nou, ik heb al eens gezegd, het is een kans en een bedreiging, maar dat is zo flauw. Dat is zo'n typisch politiek antwoord en daar ben ik niet meer van. Nee, het is natuurlijk wel vervelend in die zin dat als je 16 zalen hebt en popcorn verkoopt en dergelijke, ja, dan moet je vooral naar die nieuwe bioscoop gaan. Daar kunnen wij toch niet tegen opboksen. Wij gaan ook geen films als Star Wars laten zien, daar hebben we ook gewoon de voorzieningen niet voor. Maar wil je gewoon ouderwets naar de film kunnen en ook na afloop nog even rustig kunnen blijven zitten en een praatje kunnen maken, dan is denk ik Wenneke Cinema een beter alternatief. Als je zegt ik wil gewoon de grote Hollywood busters zien, heel goed dat we dat daar ook in Schiedam kunnen. De toekomst zie jij wel rooskleurig in eigenlijk. Gaan jullie nog een bepaalde ontwikkeling meemaken of zeg je van het gaat goed zoals het gaat? Nou, het kan altijd beter. Trouwens, we proberen ook telkens nieuwe groepen naar Wenneke Cinema te trekken. We hebben daar in de programmering ook rekening mee gehouden. Vroeger was het zo dat we nog niet zoveel kinderfilms vertoonden. Nu is dat steeds vaker zo. We proberen ook ouderen te trekken. En ook niet onbelangrijk, we hebben ook voor andere doelgroepen filmavonden ingericht. Zoals de roze filmavonden. Suikerzoet Filmfestival, ook een heel belangrijk iets, hè? Ja, maar dat staat los van Wenneker. Daar doen we uiteraard aan mee, want ja, film is film en daar zijn wij ook van. Maar het Suikerzoet Festival is een initiatief wat wij altijd heel erg ondersteund hebben. Maar is wel een initiatief weer van anderen. Maar nogmaals, in Schiedam, in de cultuur werken we met elkaar samen. En komen daardoor ook tot hele mooie zaken, ook in dit pand. Hoe worden de films nou geselecteerd? Is daar een bepaald criterium voor? Of zeg je van, het moet gewoon een mooie film zijn en dan is het goed? Nou, ja, dan kan je zeggen dat is heel smaakgebonden wat een mooie film is. Wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Ik heb altijd hele discussies over of een film als Soft, die we ook hebben laten zien, mooi is. Ik persoonlijk vind er niet veel aan. Maar er zijn toch heel veel mensen die het willen zien. Kijk, wat wij wel zeggen, wij willen niet de grote, echt grote films, die doen wij niet. Want dat is ook gewoon voor de andere bioscopen. Dat zit niet in onze, wat men als een mo noemt, formule, hè, waar wij voor zijn. Wij zijn niet, maar we zijn ook niet alleen maar weer voor die arthouse films. Hè, die ze heel vaak bijvoorbeeld in Lantaarn het Venster draaien. Dus het is een beetje gemengd. Maar wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat het films zijn die de Schiedammers ook willen zien. En die laten we dan ook zien. Nu hebben ze in Vlaardingen het Vlaardings Filmfestival. Is dat misschien ook een idee voor Schiedam in de toekomst? Nou, dat gebeurt ook al. We hebben een aantal keren al avonden gehad. Op dinsdagavond zijn er al vele malen momenten geweest dat ook filmmakers zelf hun films konden laten zien. Dat wordt ook redelijk druk bezocht. Niet alleen door de familie, maar ook door echt geïnteresseerden. Dus nee, dat doen wij als Wenneke Cinema. Als mensen meer informatie willen? Nou ja, goed, wij brengen dit krantje uit, Wenneke Cinema. Dat kunt u gewoon ook bij Wenneke Cinema ophalen, kunt u zo meenemen. Op onze website staat uiteraard alle informatie ook. Ook over de 5 films die in augustus te zien zijn. Want dat zijn 5 films die het publiek zal selecteren uit de films die de afgelopen 5 jaar bij ons te zien zijn geweest. En men kan daar ook via wennekecinema.nl nog stemmen op die films die in augustus te zien zijn. Want in tegenstelling tot een hele hoop andere clubs in Schiedam, wij blijven gewoon open, we blijven ook films tonen. En als je af en toe naar het weer buiten kijkt, denk ik dat ook mensen daar ook wel behoefte aan hebben.